VVD-raadslid Dennis Hoekstra uit Bergen op Zoom is door de rechter veroordeeld voor het stalken van zijn ex. Hij kreeg een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Hoekstra stalkte zijn ex-vriendin Danielle 4 jaar lang door het versturen van honderden sms'jes, mailberichten en telefoontjes. Danielle zei voor de rechtbank dat haar leven een hel is geworden. Hoekstra had zijn politieke functie tijdelijk neergelegd en bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen woensdag is hij niet herkozen. Bij de rechtbank in Breda staat collega Marieke Boerenfijn. Ja, Marieke, hoe moeilijk dat nu ook allemaal is voor te stellen, maar dit is ooit begonnen. Ja, met liefde, hè? Danielle en Dennis waren ontzettend verliefd. Het was een hele warme relatie. En toch ging het stuk. Danielle kreeg een ander, ging trouwen, kreeg een kindje. Maar Dennis kon haar niet loslaten. En toen begon eigenlijk de ellende. Hij bleef haar stalken met sms, WhatsApp, Twitter, Facebook. Bellen, haar opzoeken. Het ging maar door. Maar was het nou echt allemaal zo erg? Het was vooral heel erg veel. Als je in anderhalve maand tijd 1500 sms'jes verstuurt en ze worden steeds dreigender van toon. Als je zo doorgaat, loopt het slecht af. Als het zo doorgaat, pleeg ik zelfmoord. Ik weet, je hebt me gebannen van Facebook, maar ik weet jou nog steeds te vinden op Facebook. Hij stond aan de deur en dan moest ze zich verstoppen. Ze was doodsbang voor hem. Nou, Hoekstra was dus raadslid voor de VVD in Bergen op Zoom. Wat betekent dit voor zijn politieke carrière? Ja, dat is lastig te zeggen. Hij ontkent dat er sprake is van stalking. Hij heeft de eerste anderhalve maand heeft hij flink liefdesverdriet gehad. Toen heeft zijn emotie heeft hem doen sms'en, doen bellen. Dat snapt hij. Daar heeft hij spijt van. Dat vindt hij vervelend. Had hij niet moeten doen. Hij heeft haar niet gestalkt. Hij vindt het laster. Hij vindt het een schandalig proces geweest is vandaag. En hij gaat ook aangifte doen bij de politie tegen haar. Omdat hij het gewoon niet normaal vindt wat er is gebeurd. De VVD zat overigens hier in de rechtszaal. Hebben het proces gevolgd. Ik heb ze gevraagd, wat betekent dit voor de politieke carrière van deze jongen? Het is nog heel moeilijk om te zeggen. Misschien komt er een hoger beroep, vooral ook omdat hij ontkent. En dat wachten ze bij de VVD in Bergen op Zoom keurig af.